Bedrijven en onderwijsinstellingen moeten meer geld steken in Brainport Development. Dat heeft de gemeenteraad besloten. Nu betaalt de overheid veel meer dan het bedrijfsleven. En dat moet anders. Als je met drie partijen, onderwijs, overheid en bedrijfsleven, ergens instapt, dat je niet alleen de benefits ervan deelt of de voordelen, maar ook de lasten. Dus zijn de lasten en de lusten. En in dit geval betekent dat dus een grotere bijdrage aan Brainport Development. Het college ziet het liefst dat het bedrijfsleven zelf meer investeert in nieuwe innovatieve projecten. Want Brainport Development is alleen een overkoepelende organisatie die de samenwerking op het gebied van innovatie in goede banen leidt. Energie en inzet en dus harde euro's in projecten die leiden tot meer bedrijven en meer banen hier. En meer kennisontwikkeling op het gebied van zorg en energie en gezondheid. Dat vind ik belangrijker dan dat ze meebetalen aan het secretariaat wat die samenwerking ondersteunt. Oh, ik zie die energie en de inzet, die zie ik wel en die vind ik ook heel belangrijk. Maar daarnaast is het ook wel makkelijk om wat meer cashmiddelen beschikbaar te stellen. En zeker in deze tijd waarin we als overheid elk dubbeltje diverse keren moeten omdraaien. En je ziet dat het bedrijfsleven er toch wat beter voor staat. En dan is het niet alleen uren en werkzaamheden, maar is het ook cash. Het gaat erom dat we niet alleen het kijken naar wat er gestoken wordt in Brainport Development als secretariaat van de samenwerking, maar in totaal aan geld wat we inzetten in bedenken van nieuwe vindingen, samenwerken van bedrijven die dan orders binnenhalen, samenwerken van bedrijven met kennisstelling om de nieuwste vindingen te bedenken zodat wij voorop lopen. Wethouder Te Plauw was al van plan om het bedrijfsleven 5 ton meer te laten betalen voor Brainport Development, maar daar mag van de raad echt wel wat bij. Het college heeft ook al gesteld dat er 5 ton meer gefinancierd moet worden door het bedrijfsleven. Dus we staan er niet alleen. Het college wil dat ook al. En de bijdrage is al substantieel, maar ik denk dat het naar een grotere vorm van evenredigheid moet. De overheid heeft het op dit moment wat moeilijker dan het bedrijfsleven, financieel gezien. Dus dan zou je verwachten dat ze hun verantwoording nemen. Dat doen ze ook wel. Maar ik vind dat er wel een stapje extra gezet mag worden. Ja. De economie van Nederland zakt weg. En in deze regio blijven we nog concurrerend. En dat is niet alleen maar voor werkgevers belangrijk. Dat is belangrijk voor al die mensen hun banen. En daar is het om ons begonnen. En de raad is daar ook om begonnen. Alleen die willen elke keer een tandje meer. En die terecht, ze moeten ons scherp houden. Vanaf volgend jaar gaat de nieuwe financiering van Brainport Development in.